Wat wordt er nou krijgt oors in het startpaleert? Nou, wij willen met ingang van de winter van 15-16 eigenlijk al onze leden de kans aan om uit te doen. Dat betekent we hebben 30.000 leden. Nu binnen er altijd 10.000 die uitsletten binnen, die het niet meedoen kunnen. En wij willen ze alle in de gelegenheid stellen om mee te doen. 80% daarvan komt, dus we willen 24.000 riders op het ijs hebben. Dus de kans is dat er 2 keer volle meisjes op het ijs stenen. Wordt het dan ook 2 keer zo lang voordat het ijs dan ook 2 keer zo dik wezen? Nee, ik geloof het net, want dat is het allerbelangrijkste uitgangspunt. Wat we eerst naar schoen hebben. 15 centimeter ijs, weer genoeg in het verlies om het te doen en bloot genoeg. Dus die 15 centimeter is voor u qua veiligheid en draagkracht is dat voldoende. Het wint 16.000, we 24.000, dus de held komt erbij. Dat heeft naar de organisatie wel een hele soort consequenties, maar net voor de kans op het organiseren van een tocht. Wat ben de grootste verroering dan? Nou, het grote knippenpunt wat nu naar voren komt is Snits. Wij hebben daar altijd al moeite om de route kleer te krijgen. Soort bregen, hele lege bregen die daar zitten. Wat we nou doen, of wat we dwaan willen, als onze leden daar maar instemmen in december, is 2 routes bij Snits ontwikkelen. Eén helpt hier Troddestad en de andere helpt met om de eerste kant van de stad te rijden. Betekent ik dat we maar hesjes rijden gaan zullen, want we willen weten wie het lid binnen en we willen met 2 kleuren werken, zodat de ene kant en de andere kant beroept worden. Maar het is nog net opgelost. Snits is nog een knippenpunt, maar daar zit dus wel een grote verhoring in. Snits, we zullen de Luts en Sletten maar ik altijd beide ontwikkeling moeten. We moeten naar wie het massum zien hoe we dat oplossen. Maar wij denken dat als Snits voorbij is, dat het dan wel in een groot lint wordt en dat dat zich wel verspreidt. Maar we zijn er nog net helemaal klaar mee alles. Die hesjes, dat weer de vorige IER-vergadering nogal een punt. En een soort leden die joggen daar wat chin op, die hesjes. Dat is dreig, het zit in het paad. Ja. Hoe joggen jou dat? Krijg je hem dat er wel doorheen, hè? Ja, we hebben dat de vorige keer ook al zijn. We hebben dat de aarde tijd. En dat is wel binnen in het ijshal en zo. Maar we hebben dat ik u testen litten. Nou, de mensen die het broekt hebben, die zeiden ze. Ja, je hebt ze aan, maar de warmte kinder wel uit. En boppen dat, als we het net doggen, dan ben je bang dat we duizenden, misschien wel 50.000 zwarte riders erbij krijgen. En dan is het net te organiseren. Dus er is geen alternatief meer voor. We moeten weten wie het legaal op het ijs binnen en wie we er net op gaan maken. Waarom komt die verroering nou pas? Want het klinkt als een goed idee. Waarom kom je hem er nou pas mee? Nou ja, wij hebben altijd vasthouden ontbeleerd wat in 1998 terug extra de ledenvergadering vaststeld is. Dat wil zeggen, die het toen zijn de binnenleden maar stadriocht en leden maar stadkans. En er is al afsprutsen dat verorie we pas naar de volgende tocht. Nou, we kregen elke keer op de ALV vragen van mensen van kan dat nou ik vast verroren worden of dit is een alternatief of wat dan ik. Nu komen er een aantal zaken bij elkaar. De vragen komen weer bij elkaar. We hebben straks een IJs hal hierachter. De Alfsterdenhal, die dit inschreeuwen, uitschreeuwen en het meestal weer ophellen, een heel stuk makkelijker maatje. We hebben technologische mogelijkheden als het gaat om het gebruik van transponders. We hebben ons hele eigen communicatiesysteem. Kortom, eigenlijk is deze komt het nu alweer bij elkaar. En hebben we zo'n van, het is Santje Nierlien dat we de eerste tocht aan hebben. Het kind dan net zou wijzen dat we straks meesken hebben die het 15 jaar op een listing hebben en dat we nog steeds met die mooi net mooi doen. Dus lid ons nou eens onderziek je altijd kind. Maar al die meesken die nog net op een listing en die nou een jontje min of 20 en die denken, goh, wat zou ik dat toch mooi vinden? Voor hun met die kans alleen maar liet dat ze eer mooi doen maaien. Ja, dat is wier. Wij kennen de vereniging nog net zo hard als dat nou is, want als dan nou lid wist, dan moest 2 jaar later aan zo'n mooi doen. In het ene hier wel, het oren hier net. Of die oren hier een orengroep. Ja, wij kunnen het net iepen horen. Want dan hier is 30.000 in no time naar 60.000 en dan kunnen we het net organiseren. Wat we wel zorgen is, de laatste jaren komen er steeds een 1.500 nieuwe leden bij. Nou, wij maken daar een wachtlijst van. We zorgen ik dat er wel andere leden bij voortgaan uit de vereniging. Dus zodra de rondte is, letten we ze weer binnen. Maar we moeten wel even een soort van invieren van potentieel lid, want anders is het net te organiseren. Nog een laatste vraag, de net actieve leden, is maar de leden die net meer rieden, maar die hun startbewijs nou ook oerdragen om bijvoorbeeld hun zoon of hun liedsband? Nee, dat is nog nooit zo geweest. Die vragen komen elke keer ik weer. Oerdragen kan het, zelf lid worden. Tot nota wie het zou, maar 2 leden hebben die het zeggen dat ze hem uitrieden kist.
Dan kun je lid worden. Dat bedoelt ik zo. Alleen, het kan wel wijzen dat je even wachtje maakt. Maar wij kiezen nou heel nadrukkelijk voor onze eigen leden. Wij vinden die geen voor. Die binnen al je lid, betel je hun contributie. En die gaan nou even voor naar de nieuwe leden van Boeten.